NDP-parlementariër Amzat Abdul heeft gisteren in het parlement opheldering gevraagd over de in beslag genomen 1,6 miljoen euro door de Verenigde Staten van Amerika. Hij wil weten van wie het geld is en of het om bona fide of malafide geld gaat. Voorzitter, wij hebben uit de media vernomen dat 1,5 miljoen euro aan smokkelgeld volgens in welk, de Verenigde Staten naar aanleiding van stuk 1360, voorzitter. In de Verenigde Staten van Amerika stuk, is geconfiskeerd. Ja, dat het in de VSA is geconfiskeerd, voorzitter, en aangehouden. Ik zou heel graag via u aan de regering willen vragen, voorzitter, ten eerste om welke cambio's het gaat, van wie het geld was. Ten tweede, voorzitter, gaat het om bona fide of malafide cambio's die de geld naar buiten hebben gestuurd, voorzitter. Ten derde, beschikken de cambio's over een vergunning van de deviezencommissie, voorzitter. Ten vijfde zou ik heel graag willen weten hoe de Centrale Bank van Suriname nu zal optreden tegen deze cambio's, voorzitter. En ten zesde, voorzitter, zou ik ook heel graag willen weten waarom de wet identificatieplicht niet wordt gehandhaafd of niet adequaat, voorzitter, wordt gehandhaafd. Dit vooral in het kader van het National Risk Assessment. Ook stelde Abdul vragen over een afwijkingsresolutie die getekend is met Israël, waarbij met de vrij onbekende LRA Group een contract is getekend voor 66 miljoen euro. Ten aanzien van stuk 1465, voorzitter, wil ik onder de aandacht brengen dat er een afwijkingsresolutie naar ons is gestuurd, waarbij een overeenkomst is getekend met de LR Groep van Israël voor 66 miljoen euro. 66 miljoen euro, voorzitter, komt op een 528 miljoen, ongeveer een half miljard SRD, terwijl op de begroting van het ministerie van LVV slechts 266 miljoen voor dit project is opgebracht. Ik zou heel graag toelichting willen hebben van de minister van LVV waarom er een afwijkings- of waarom er een contract is getekend. Dat was NDP-parlementariër Amzat Abdul gisteren in het parlement. Hij vroeg om opheldering over de in beslag genomen 1,6 miljoen euro door de Verenigde Staten van Amerika. De regering moet zijn vragen nog beantwoorden.